In het boek komen ook nog wel eens figuurtjes voor met een 3-4-5 driehoek erin. Dan is er bijvoorbeeld een touw of een balk AB. En dan staat er zo'n tekentje in. Een 3-4-5. Dat is eigenlijk een andere manier om aan te geven hoe steil deze balk AB of touw AB loopt. In plaats van dat we hier dus zo een hoek aangeven, staat er dan dit. Nou, eigenlijk is dit makkelijker dan met hoeken, want dit is eigenlijk al voor jou is eigenlijk de ontbinding al gedaan. Stel je voor dat dit een touw is met een kracht erin, dat die kracht AB hierdoor weergegeven wordt. Zo. Dus eigenlijk is die AB nu een kracht geworden. En die kracht, stel nou dat die FAB, dat die bijvoorbeeld 100 newton is. En ik zou die kracht willen ontbinden en ik wil weten hoe groot is nou dat horizontale deel van deze kracht. Oh, schiet uit. Zo. En hoe groot dat verticale deel is. Dat is nu heel makkelijk geworden, want de fx en de fy zijn nu heel makkelijk te bepalen. Namelijk, als de lengte 5 overeenkomt met 100, hoe groot is dan lengte 4? Nou, dan moet ik eerst naar 1 toe. Dan deel ik hem eerst door 5 en dan heb ik 1. En dan vermenigvuldig ik met 4 en dan weet ik hoe groot deze is. Dus 100 gedeeld door 5, dan heb ik 1. En dan keer 4, dat is dus 80. 80 newton is dan die fx. Gewoon 4/5 van dat ding. En die fy dat gaat op precies dezelfde manier. Hier staat een 3 bij. Nou, als die 100 overeenkomt met 5, hoeveel is dan 3? 100 delen door 5 maal 3 is 60, oftewel 3/5 van 100. Dat is dan 60 newton. Zo makkelijk is het. Er zijn ook andere driehoeken die zo'n verhouding weergeven. Tenminste, er is er één andere. En dat is de 5, 12, 13 driehoek. En die ziet er zo uit. Die ligt heel plat zo. Waarbij dit stukje is 5, dat is 12 en dan is dit 13. Dat is toevallig zo gekozen, of tenminste, dat is eigenlijk expres zo gekozen, dat die kwadraten precies het kwadraat is van die lange zijde. Dus met Pythagoras. Dat is hier ook 3 in het kwadraat, is 9 plus 4 in het kwadraat, 16, is precies 25, wat 5 in het kwadraat is. Dus dit is eigenlijk een makkelijke manier van weergeven. Zoals hier nou ergens eens een keer een 5, 12, 13 staat, dan weten jullie ook hoe je dat moet ontbinden. 5/13 maal de kracht of 12/13 maal de kracht. En zo kun je het lekker makkelijk ontbinden.